daar zijn we weer van Virtuees uit Haarlem. We maken een overhemdblouse en deze tutorial gaat over de dubbele schouderpas. Heel veel succes! De volgende stap is het aanzetten van de dubbele schouderpas en die gaan we nu aanpakken. Voor de dubbele schouderpas heb je het achterpand nodig. Nou, ik heb de middenachternaad gestikt en dus de pas kan hier aan worden gezet en de pas die heb ik dubbel geknipt. Dubbele schouderpas, goede kant van de schouderpas, 8, die is ook de goede kant, hij is dubbel. Dit is de goede kant van je achterpand. Je legt de eerste goede kant tegen de andere goede kant aan. En daarna pak je hem zo vast. Dan heb je dus 3 lagen in 1. Zo. Nou, en dat ga je spelden en stikken van begin tot eind. Oké, gestikt. Kijk, nu zit de naad van de dubbele pas aan de binnenkant van de pas. Dus dit is de voorkant van je blouse. Of eigenlijk de achterkant, maar de goede kant van je blouse. En dit is de verkeerde kant, de binnenkant van je blouse. En daar zit ook een mooie afgewerkte naad. Nu gaan we het voorpand eraan zetten. We leggen de schouder van de goede kant van het voorpand op de goede kant van de pas. En die spelden we nog eventjes horizontaal. Ik draai hem even om, want dan kan ik er beter bij. Eén momentje. Even kijken. Dat hoort op elkaar. Nou wil je natuurlijk dat aan de andere kant van die pas dat ook netjes afgewerkt is, hè? Nou, daar is wel een trucje voor. Dus dat is deze kant van de pas. Je moet dus in feite zo erop komen. Want je wil natuurlijk weer dat die naad aan de binnenkant valt. Nou, zo moet je hem er ook gewoon even opleggen. Zo, en dan pak je hem zo vast. Ik hoop dat je het kan zien. Pak ze vast en draai hem om. Zo, hup. Zo moet hij gaan komen. Dus zo spelt je hem. Doe het straks nog een keer bij die andere voor. Zo spelt je hem en zo stik je hem. Zo, nu zie je even het geheel. De dubbele schouderpas, het achterpand en het voorpand. Het voorpand, in het voorpand zit nu ook die naad in de schouderpas. Net als bij het achterpand. Nou, we gaan nog een keer dezelfde truc uithalen als daarnet. Toen ging ik misschien een beetje snel. Even kijken, je legt dus van je voorpand de goede kant tegen de goede kant van de schouderpas. En dan pak je alleen het bovenste gedeelte. Het bovenste gedeelte. Dus dat flapje aan de onderkant, dat duw je even weg. Dan spelt je hem even horizontaal, zodat hij even vast zit. Dat is tijdelijk. En ondertussen bedenk je hoe straks het andere deel van die pas erop moet komen te zitten. Meestal is het bedenken het meeste werk. Nu pakken we het andere deel van de pas erbij. Zo. En je wil dus dat die naad aan de binnenkant komt. Dus die andere deel van de pas heeft ook een naad. Die leg je er dan zo tegenop. Zo. Nou, als dat gelukt is, dan kan je hem dus met je hand aan de binnenkant naar buiten trekken. En dan kan je zo een beetje draaien. Het is allemaal een beetje gedraaid, het is helemaal niet erg. Zo leg je de rest van de pas erop en zo ga je hem spelden en stikken. Nou, we hebben al heel wat van onze blouse klaar. Dit komt later natuurlijk, want daar heb ik nu geen tijd voor. Maar de knoopjes zitten er praktisch op. We hebben 2 zakken erop gemaakt. We hebben de dubbelschouderpas. In dit gat komt straks je mouw.